Door klimaatverandering gaat de zeespiegel de komende jaren stijgen. Maar hoe hoog komt het water? Hoe kunnen we in al die onzekerheid ons land blijven beschermen? Kunnen we misschien samenwerken met de natuur? Ik ben Bas Borstje, kustwaterbouwkundige. En hier in de werkplaats leg ik jou uit hoe we ons hoofd boven water kunnen houden. Veel van onze dijken en dammen zijn oud. Net als dit schaaltje, Boerenbont, wat je opa en oma misschien ook nog wel hebben. Lange tijd waren deze dijken hoog genoeg. Maar de zeespiegel, die zijn aan het stijgen. En niemand weet precies hoe hoog deze zeespiegel staat over 50 of 100 jaar. Het water zal vast niet gelijk over de dijk heen komen. Maar als het stormt, dan zie je dat het toch gevaarlijk aan het worden is. Maar hoe gevaarlijk is het? Nou, je weet vast wel dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Maar als we deze dijken en duinen nou niet zouden hebben, dan zou Nederland er niet zo uitzien, maar zo. En je ziet gelijk al, grote delen van de kustprovincie, Flevoland en het rivierengebied zullen volledig onder het water verdwijnen. Duinen en dijken zijn dus nodig om ons te beschermen tegen het hoogwater van de zee, maar ook in de rivieren. Wetenschappers uit heel Nederland zijn ook bezig om hier oplossingen voor te bedenken. We geven rivieren meer de ruimte om water af te voeren. Stel nou dat dit de rivier is die een bepaalde hoeveelheid water moet afvoeren. En als we deze rivier gaan verbreden en verdiepen, dan zal je zien dat er veel meer water in deze rivier past. Ook beschermen we onze kwetsbare duinen. Zo hebben we ten zuiden van Den Haag de Zandmotor aangelegd. Een enorm kunstmatig eiland wat de golven afremt en zo de kwetsbare duinen beschermt. Maar de kust bestaat niet alleen uit duinen, maar ook uit dijken. En daar zijn heel andere oplossingen voor nodig. Zo ziet een dijk eruit. Hier in Lego, maar in werkelijkheid natuurlijk een vrij smalle barrière die gemaakt is van zand en klei. En daarbovenop ligt gras, asfalt of betonblokken. Zo'n dijk is massief en hartstikke sterk. En dat is natuurlijk super. Maar op het moment dat die zeespiegel gaat stijgen, dan moeten we een oplossing bedenken. Daarom kiezen we er vaak voor om een dijk te verhogen. Maar dat kost heel veel materiaal. En niet alleen heel veel materiaal, maar soms is er ook helemaal geen ruimte aan de achterkant van een dijk, omdat er huizen staan en mensen wonen. En daarom denken we, kan dit niet anders? Gelukkig is het antwoord ja. We proberen een dijk te maken die kan meegroeien met de stijgende zeespiegel. Als in de toekomst de zeespiegel stijgt en het gaat stormen, dan zal het water steeds vaker over de dijk gaan klotsen. Om deze overstromingen te voorkomen, moeten er aanpassingen plaatsvinden. En dat kunnen we doen in het gebied voor de dijk. Wat we kunnen doen, is hier planten en struiken laten groeien. Elke keer als het water met vloed hier tussendoor stroomt, dan blijven de zand- en slipdeeltjes achter en zal langzaam dit gebied meegroeien met de stijgende zeespiegel. En dat gebied voor een dijk met struiken en planten, dat noemen we een kwelder. En dat heeft meteen al effect. De golven worden door deze planten en struiken geremd. Kijk, ik ga dezelfde golven maken als net. En wat je al ziet, is dat de golven aan de ene kant over de dijk slaan en aan de andere kant, waar de kwelder is, de golven worden geremd en er geen water over de dijk slaat. Deze dijk, met een voorland ervoor, begroeid met struiken en planten, is een veel natuurlijkere oplossing dan een dijk aan deze kant, van asfalt en beton. In deze dijk kan je ook wandelen, je kan de vogels kijken. Daarnaast kunnen de planten en de struiken ook heel efficiënt CO2 vasthouden. En het allermooiste is dat deze dijk zich aanpast aan de veranderende zeespiegel. We noemen dat een levende dijk. Levend omdat met vloed elke keer zand en slipdeeltjes worden aangevoerd, tussen de planten en de struiken achterblijven en met eb het water weer wegstroomt. Zodoende zal dus heel langzaam deze bodem omhoog komen en door de stijgende zeespiegel dit voorland, dit begroeide voorland, mee blijven groeien met de zee. Nu kan het natuurlijk wel zo zijn dat tijdens een storm een deel van de vegetatie wegslaat. En dat is helemaal niet erg, want op het moment dat het dan weer rustig weer is, dan zal door de vloed nog steeds zand- en kleideeltjes hier naartoe gebracht worden en zal de vegetatie zich daar weer op vestigen. En zodoende is de dijk nog steeds beschermd
tegen de golven. Zo heb je hem. De duurzame en de flexibele oplossing voor de stijgende zeespiegel. De levende dijk, die zichzelf aanpast en vernieuwt. Zo hebben we een klimaatbestendige oplossing voor onze kust. En strijden we niet alleen maar tegen het water, maar werken we samen met het water. Hallo, ik ben Hendrik, cognitief psycholoog. En in de volgende aflevering vertel ik je waarom er meer opstootjes zijn als het buiten heet is.